dit is een radiator. Deze verwarmt het huis als de verwarming aanstaat, doordat er warm water door de radiator loopt. Het systeem werkt alleen goed als er voldoende warm water in het systeem zit. Dit is de manometer. Deze moet altijd tussen de 1 en 1,5 staan. Zo weet ik dat er voldoende water in het systeem zit. Deze meter, die staat onder de 1. Ik moet dus bij gaan vullen. Voordat u bij gaat vullen, is het belangrijk dat het systeem uitstaat. Dat kunt u op twee manieren doen. Eén manier is dat de thermostaat op de laagste stand staat. De tweede manier is dat u de stekker uit het systeem haalt. Vervolgens dient u alle radiatoren open te zetten. Dit is de vulslang. Deze sluit u aan op de waterleiding. In dit geval bevindt zich deze hier. Daarna sluit u de slang aan op de kraan van het systeem. Deze bevindt zich hier. Beide kranen zijn nog gesloten. Nu draai ik de kraan van de waterleiding open. Daarna draai ik de kraan naar het systeem open. Het systeem vult zich nu met water. We houden de manometer in de gaten totdat deze op 1,5 staat. De meter staat nu op 1,5. Ik sluit de kraan van het systeem. Vervolgens sluit ik de kraan van de waterleiding. Toch zijn we nog niet helemaal klaar. Tijdens het bijvullen kan het gebeuren dat er wat lucht in de radiator komt. Dit moet eruit, want op de plekken waar lucht in de radiator bevindt, wordt de radiator niet warm en daardoor duurt het langer voordat de woning verwarmd wordt. We gaan ontluchten. Dat doe je met dit sleuteltje. Deze is te koop bij iedere doe-het-zelfzaak. Zorg ook voor een doekje, want het water in de radiator kan vies zijn. Na het bijvullen dien je altijd alle radiatoren te ontluchten. Dus op naar de volgende. Na het ontluchten kan het zijn dat de manometer iets is teruggelopen. In dit geval staat de manometer op 1,4. Dat is dus prima in orde. En tot slot zetten we de verwarming weer aan. Huiskamerthermostaat hoog en dan gaan we even wachten. Het is een uurtje later. Tijdens het hoogzetten van de kamerthermostaat kan het zijn dat de manometer iets terugloopt. In dit geval staat hij nog steeds op 1,4. Picobello in orde dus. Trouwens, als u nog vragen heeft over dit filmpje, kunt u alle informatie nog eens nalezen op onze website.